Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Het is zeer nat en onstuimig weer en deze foto laat dat mooi zien. Donkere wolken boven het water en een woeste zee eronder. En die geeft aan hoeveel wind er staat. Het is behoorlijk ruig weer, niet alleen boven land, maar ook boven zee. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de weerssituatie. Als ik hier de fronten opteken, dan ligt er hier ongeveer een warmtefront en hier ongeveer een koufront. En dat koufront, dat zorgt er vandaag voor dat hele slechte weer. In de verte een lage drukgebied. En dat lage drukgebied, dat is natuurlijk degene die bepaalt hoe alles beweegt. En dat alles, dat beweegt zo. En dat hebben we vandaag dan ook gezien in de neerslag. Die trok allemaal van west naar oost over het land. En dat houden we nog even zo. Want dat warmtefront wat ik tekende, dat komt komende nacht alweer bij ons land. Zorgt morgen voor regen. Morgenmiddag weer wat opklaringen. En het volgende front ligt dan alweer klaar voor de nacht naar zaterdag. Ronduit wisselvallig weer dus de komende 24 tot 48 uur. Maar het einde is wel in zicht. Daarover zo meer. Eerst nog even de wind. Er is code geel op dit moment. Want tijdens buien kunnen nog forse windstoten optreden. Tot zo'n 75 à 90 km per uur. Op de fiets, in de auto. Dan heb je daar toch wel af en toe behoorlijk last van. Hou daar dus even rekening mee. Maar vanavond begint de wind langzaam wat af te nemen. De buiigheid wordt ook minder. Niet helemaal droog, maar wel een stuk droger. Opklaringen en de temperatuur ligt halverwege de avond rond 8 graden. Morgen overdag wordt het dan zachter dan vandaag, 11 tot 13 graden. Maar verder is gewoon weer ronduit slecht weer. Zeker in de ochtend, kletsnat. In de middag trekt de regen wat meer weg. Hebben we nog wel buien, maar zijn er ook lange droge perioden. En met wat geluk breekt vooral in de noordelijke helft van het land de zon af en toe door. En de wind heb je misschien al bekeken, 5 tot 7 bijvoorbeeld. Betekent dus dat de hele dag weer een stevige wind waait. En die voert in dit geval wel zachte lucht aan. Kijken we nou wat verder vooruit. Nou, het weekend is ook nog echt wisselvallig. Zeker de zaterdag, weer kletsnat. Temperaturen iets naar beneden, maar ook nog steeds heel veel wind. Zondag ziet er wat vriendelijker uit. Nog steeds hebben we de paraplu wel nodig. Maar de zon, die laat zich ook wat vaker zien, met name in de middag. Temperatuur gaat iets naar beneden en de wind is een fractie minder sterk dan op de zaterdag. Maar het is gewoon eigenlijk nog herfstweer. Maandag ook nog buien, maar wel alweer minder wind. En het echt betere weer, dat komt na het weekend. Maandag dus nog buien, maar daarna gaan de temperaturen omhoog. En doordat de luchtdruk stijgt, gaat de wind afnemen en de buien verdwijnen. Oftewel, in de loop van volgende week krijgen we weer een vleugje lenteweer. Geen 20 graden nog, maar wel heerlijk weer met geregeld zon. En 15 graden op donderdag en vrijdag lijkt me ook niet verkeerd. Moeten we nog even op wachten. Eerst nog een paar wisselvallige dagen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.